Dit is de duif, de windende duif, de kleine Jade. Zaterdagmorgen om 9 uur losgelaten in Barcelona, Spanje. En de volgende morgen om 5 uur, kwart over 5 om precies te zijn, was ze terug in Nijverdal. Dit is de woonbak van kleine Jade. Ze heeft hier 2 weken geleden eitjes gelegd. En die eitjes, daar is ze heel wijs mee. En dat is ook de reden dat ze zo snel naar huis wilde. De kleine Jade, snelste van maar liefst 20.000 duiven uit heel Europa. Barcelona staat internationaal ook bekend als de grootste wedstrijd. Er wordt ook in China en Taiwan wordt na deze wedstrijd gekeken welke duif dat wint. En als hier dan in Nijverdal de winnende duif zit, dan dat is natuurlijk geweldig. Geweldig. En zo melden de media, ook nog eens goed voor de portemonnee. Een topduif als kleine Jade zou internationaal tot ruim 1,5 miljoen euro kunnen opleveren. Dat zijn echt cowboyverhalen, ja. Ja. Dat, de duurste duif ooit verkocht, dat is echt een zeldzaamheid. Dat was 3 ton, dat is al belachelijk veel voor een duif. En dat is deze duif echt niet waard. Bovendien heeft Jelle hele andere plannen met de kampioensduif. Prestaties, nu en in de toekomst, staan ver boven financieel gewin. Postduiven en wedstrijdvliegen is echt mijn hobby. En als je dan eenmaal zo'n goede duif hebt, dan wil je hem ook graag houden. En zo'n goede duif die kan ook weer goede duiven fokken. Zodat ik over een paar jaar weer goede duiven heb voor Barcelona. Dat is het doel. Kleine Jade draait inmiddels alweer oefenrondjes boven Nijverdal. Altijd dicht bij haar nest, met misschien nog wel meer kampioenen.